Bij Wettertechnologie Instituut Wetses en bij Frisia in Haas wordt al langer experimenteren met de nieuwe techniek. In die proefopstelling liek het te werken. Maar met deze proef komt het er echt op aan. Wij weten dat het werkt, Blue Energy. Althans in het laboratorium, maar heel skeer wetter. Wij weten ook dat het op wat grotere schaal werkt, want dat hebben we in Haas Shell-litten. En nou, dit is echt het moment dat we Shell-litten moeten, dat deze bedroeging Shell-litten moeten, dat het ik werkt, maar het wetter zoals dat echt voorhanden is. Nevens de provincie gaat het om een verhaald primeur. Het Friese bedrijf Redstack zal binnenkort met de proef beginnen. Daarvoor komt er een speciale container in IJsselmaar te steken. De proef duurt het 4 jaar.